Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Er is veel aan de hand op de weerkaart van Europa. We gaan even een rondje door Europa doen. We beginnen bij Italië. Daar ligt een lage drukgebied, die zorgt voor zeer wisselvallig weer in het zuiden van Italië. Morgen ook in het midden en vooral ook in de Balkanlanden. En trouwens ook in Griekenland. In Griekenland en in het uh, Albanië en zuiden van Macedonië valt vooral regen. Maar elders in de Balkan en ook in Roemenië gaat het stevig sneeuwen. Dat lage drukgebied heeft dan een tak in richting Duitsland. Ook daar wat sneeuw. En dan ligt er nog een klein lage drukgebiedje hier bij de Noordzee. Die is belangrijk voor ons weer. Die gaat morgen sneeuwbuien brengen. Dan hebben we nog een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied trekt de komende dagen die kant op. Zorgt ervoor dat we daardoor geen last hebben van het weer op de oceaan. Want wat er op de oceaan gebeurt is zeer actief. Hier ligt het tropische orkaan Alex. Voor het eerst sinds 1938. Is er een tropische orkaan ontstaan in januari? Dat is dus een flinke tijd geleden. Die zorgt voor zeer slecht weer vandaag op de Azoren. Neemt daarna wat in kracht af en Alex gaat richting Groenland trekken. En daardoor trekt het hoogdrukgebied aan onze kant op en krijgen wij vanaf zondag te maken met vrij zonnig winterweer. Maar eerst vanavond: absoluut nog niet helder, veel bewolking. Nog steeds in het westen en zuiden buigen regen. Vaak is het regen, soms ook natte sneeuw. En in het binnenland beginnen de temperaturen te dalen tot rond het vriespunt. In de nachtelijke uren is het dan op de meeste plaatsen droog. Dan daalt het kwik tot iets onder nul. Natte wegen kunnen dan uiteraard glad worden door bevriezing. Dus als je de weg op gaat, kijk dan even of er een waarschuwing is. In de westelijke kustprovincies kan later in de nacht de buigheid weer toenemen. Dan komt een lage drukgebied dichterbij en vanaf de Noordzee. En de exacte koers van dat lage drukgebied is nog niet duidelijk. En die is wel heel belangrijk. Want als dat lage drukgebied bijvoorbeeld zo trekt, nou dan krijgen we te maken met de meeste buien in Zeeland en Zuid-Holland en in Noord-Brabant. En die buien bestaan dan vooral uit natte sneeuw, uit regen en soms ook droge sneeuw. Maar er zijn ook veel modellen die de koers wat noordelijker hebben. Dan is de kans op droge sneeuw groter, met name in het noorden en oosten van het land. En tijdens een stevige sneeuwbui kan er dan plaatselijk zelfs 5 of misschien zelfs 8 centimeter sneeuw vallen. Die koers van dat lage drukgebied is nu dus nog onzeker, maar is wel heel belangrijk voor het weerbeeld morgen. In het algemeen morgenochtend veel bewolking en enkele winterse buien die van noordwest naar oosten over het land trekken. En waar dat dan wat tot gevolg heeft, dat moeten we morgen gewoon even afwachten. Morgenmiddag neemt de buigheid af, dan breekt wat vaker de zon door en aan zee steekt er dan een stevige wind op uit het noorden, windkracht 6, af en toe windkracht 7. Temperaturen morgenmiddag 2 tot 5 graden, dus hoeveel sneeuw er s ochtends ook valt, een groot deel zal s middags wegsmelten. Dan na de nacht naar zondag, want dan wordt het koud in ons land. Daarvoor heb ik even deze temperaturen eh, gebruikt. Want hier zie je mooi op hoe wijd de winter verspreid is over Europa. In de smalle kuststrook in ons land nog rond het vriespunt En in het binnenland min 3 tot lokaal min 5 graden. En als het in die nacht na zondag sneeuw nog ligt, dan kan het nog wat kouder worden. En zondag overdag... Dan komt de temperatuur in het noordoosten bij ons niet boven het vriespunt uit. In de rest van het land is het iets boven nul. En we zien dat de kou erg dichtbij is. Dus met een simpel oostenwindje wordt het al snel kouder. Nou, en die gaan we ook enigszins krijgen. Zondag dus temperaturen rond het vriespunt, droog weer, flinke zonnige periode. En maandag en dinsdag zijn ook twee heerlijke winterdagen wat mij betreft. Niet al te veel wind en die koude lucht vanuit het oosten die lekt langzaam binnen. Temperaturen in de oostelijke helft van het land de hele dag onder het vriespunt. En in het westen kan het kwikker nog net iets bovenuit komen. En hoe ziet dan de langere termijn eruit? Nou, vooral onzeker. Tot en met dinsdag hebben we in ieder geval dus wintersweer. Daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Of dat direct vanaf woensdag is, of dat het nog even duurt en pas in het weekend, dat is nog even een vraagteken. In ieder geval lijkt het erop dat we in het volgende weekend de winterlucht weer kwijt zijn. Dus een paar dagen winter. En uh, als je van sneeuw houdt, dan moet je vooral morgen geluk hebben. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.